We zijn weer terug bij Bavo in het oudste schoenenbedrijf van Nederland. Kijk, de Japanners moeten niet denken dat ze in alles het allerbeste zijn. Niet waar, Martijn Guis, want in schoenen zijn wij Nederlanders heel goed, hè? Zeker weten, ja. Absoluut. En daar doen jullie erg je best voor. Ja. Want wat maakt een schoen nou tot een kwaliteitsschoen? Ja, dat begint natuurlijk bij de kwaliteit van het leer. Ja. Daarnaast begint het natuurlijk ook bij de liefde voor het vak en het vakmanschap wat hier plaatsvindt. Ja, want jullie maken handgemaakte schoenen. Ja. Je zit helemaal bovenin het segment dan. Ja. Maar hebben jullie ook eigen ontwerpers? En hoe doen jullie dat allemaal? Ja, we hebben eigen ontwerpers. Die eigenlijk in de markt kijken van waar gaat het heen. Ja. En dat vertalen wij in een echte gevenschoen die helemaal met de hand wordt gemaakt. Ja. En wordt met de hand ingekleurd. En dat is een topproduct. Ja. Is dat een oud bedrijf? Ja, ja, het bedrijf bestaat sinds 1898. Want hier in Brabant werden vroeger heel veel schoenen gemaakt, maar dat is helemaal weg, geloof ik. Ja, bijna alles is weg. We zijn de enige overgebleven werkplaats die nog daadwerkelijk echt eigen productie hebben. Ja. En waar we hier nu zijn, dat heet de Brabantse Langstraat. En ja. Dat stond vroeger vol met honderden ateliers. En de familie Geven heeft het ooit opgericht? Ja. Ja. Dat waren echte schoenmakers? Zeker, ja. Maar hebben jullie ook nog van die echte schoenmakers in dienst? Absoluut, ja. En dat zou je straks in de fabriek zien. Je bent een schoenmaker in de meest letterlijke zin van het woord, hè? Ja. Echt, met de hand worden hier schoenen gemaakt. Maar hier ligt een exemplaar dat min of meer af is. Maar het begint zo? Ja, het begint met het snijden van het leer. Dus eerst worden de huiden geselecteerd op de looierij. Dan hebben we de eerste klas huiden krijgen. Ja. Daar heb je ook verschillende gradaties in. Want dit is een koe, een kalf? Een kalfshuid. Die beesten zijn 1,5 jaar oud en dan worden ze geslacht. Dan zijn die beesten nog niet drachtig geweest en dan zijn die huiden nog op de soepelst. De huiden komen uit het Alpengebied. Ja. En die beesten die lopen daar in de vrije natuur. 'S Nachts is het koud, overdag wat warmer. Ja. En door die temperatuurverschillen elke keer, die schommeling, krijg je een veel vastere structuur van de huid. En dus dan krijg je een optimale kwaliteitshuid. En dat gebruiken jullie? Ja. En dit is ook kalfsleer? Of is dit is ook kalfsleer, wij gebruiken uitsluitend kalfsleer. Okay. En die huiden worden door en door geverfd. Dus dat ze door het dragen alleen nog maar mooier worden. Dus een duurzame effect. Ja. En dat knippen jullie uit dan, zo'n stukje? Dan worden delen uitgesneden of gestalst. Ja. En dan worden de delen zeg maar aan de kanten dun gemaakt om de verbindingen mooi over elkaar te kunnen laten overlappen. Ja. Dat naadloos over elkaar heen loopt. Maar nou is dit heel slap, hè? En hoe krijg je daar dan toch een stevige schoen van? Ja, er wordt in de neus wordt een thermoplastische neus ingezet die de temperatuur neigend laat vormen. En de hiel wordt een contrafoor ingezet, dus is een hielsteun.